Raymond Clemens, de gramman van de stam der Quintis, is zaterdagochtend door president Chandrika Prasad Santokhi beëdigd en geïnstalleerd. De ceremonie verliep op traditionele manier. Ook is vrijdag de gramman der Paramakaners beëdigd. In Suriname zijn er vier Maron-stammen, namelijk de Saramakaners, de Ndjukas of Aukaners, de Alukus en de Quintis. Elke stam heeft een eigen gramman. Gramman Clemens beloofde dat hij zijn taak naar behoren zal doen. Ik heb een missie dat ik dat op nog een keer fasie naar in die oude koosami moet doen. Voor een missie van sama, voor veel van sani, want een want een, even zo nog zo bakadee. Maar ik heb een missie dat na, misa doen naar oude koosami gramman, na wat joistie fasie. Nou, een soefri fasie voor abon die hersranam, maar speciaal toe die afvolgen die potimelek edemang. Na de beëdiging gaf minister Gracia Emmanuel aan dat de gramman nu als hoofdverantwoordelijke een voorbeeldfiguur voor zijn gemeenschap is. Wij zijn er tevens van bewust dat het geen eenvoudige ambt is. Ambt is dat op uw schouder rust. Maar u kunt ervan verzekerd zijn dat u er niet alleen voor staat. De uitdaging die, op uw pad zult tegenkomen, die u op uw pad zult tegenkomen, zullen wij gezamenlijk oplossen. Volgens vice-president Ronnie Brunswijk is het een historisch weekend, omdat er twee gramangs beëdigd zijn. Hij benadrukt dat de beëdiging heel vlot verlopen is. Dit is een van de belangrijkste dingen. Gimme takiwe, site abedena pe dati abiokona abot fu arakere fuluku so tu bosle se umuteke. Quinti duasa intapu a traditionnel weise dia do na yu den chekun giga alanti ga alanti se ka giden. Disi na sandi wani. Magamang awoko di teke anwan kumakala ku woko. Anyungu on tapu jujaini. Fosida na taki webe taki bo an kodo mo foga ma taki da alasma ye ma nyungu ta pudu abi dem biadi wabi nonu dana wan tasa ni ude. President Chandrika Prasad Santokhi gaf de gramang mee dat hij de verantwoordelijkheid heeft om zijn gemeenschap en zijn gebied tot ontwikkeling te brengen. En mijn heren, atibiti gebied, zo mij gwef dat gramang, maar dat dan aan sa volku wani, om tja ontwikkeling kon dat Mek suma kombaka, mek roko kombaka, skoro kombaka, datrai drai bung, mek alibi go bunda pe. Dat na auroko sa unudu, le gran lanti, sama na ngayu, le speki grama de strukturu, ucha ontwikkeling kwanda pe, baka. Dat was dus president Chandrika Prasad Santokhi en daarvoor zag hij vice-president Ronnie Brunswijk. Ze spraken zaterdag bij de beëdiging van Raymond Clemens als de gramman der Quintis.